President Chandrika Prasad Santokhi voorziet voor de Surinaamse samenleving een goede spin-off door het baggerproject van de Suriname Rivier dat gisteren is opgeleverd. Het staatshoofd zei op het hoofdkwartier van de Maritieme Autoriteit Suriname aan journalisten dat er veel veranderingen waargenomen zullen worden in vele sectoren. Dus we hebben snel ingegrepen en nu zie je namelijk dat er geïnvesteerd wordt. Met lokale bedrijven. Kijk wat Total Energy doet met Cool Deep Sink, met Halliburton, met Shell, met Komowijnen, DP World. Kijk in Nikeri, de investeringen die plaatsvinden. En als laatste wil ik ook nog aangeven dat die oliemaatschappijen die wel investeringen hadden, maar buiten Suriname, omdat ze hier niet konden komen, nu wel hun lokale faciliteiten die ze elders hadden terugbrengen naar Suriname. Dat gaat bijdragen aan werkgelegenheid. Meer inkomsten voor de staat, economische groei. En dat is wat we nodig hebben. En voor de rest is het heel belangrijk voor algemeen de ontwikkeling. Want als de vaargeul nu op peil is. En we zijn bezig met directeur Hakerman, directeur Mas. Om na te gaan hoe we die fee die we niet betalen. Zodanig kunnen aanpassen dat onze exporteurs minder gaan betalen. Als een soort exempt, een soort ontheffing. Waar er meer geëxporteerd gaat worden. Met de directie van de MAS en de Hakeringbank zal worden nagegaan hoe de tarieven die Suriname betaalt bij importen aangepast kunnen worden. Santokhi merkt op dat de exporten van Suriname verhoogd kunnen worden en ook meer werkgelegenheid kan worden gecreëerd.